Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. Ik begin deze week met een grafiek waarin duidelijk ziet hoe vaak het aantal uh, keer het woord risk of uncertainty is gebruikt. En dat zien we sinds 2000 uh, enorm oplopen. Um, en het is dus in het laatste persbericht 70 keer genoemd. Ongelooflijk veel. En dat is in ieder geval een teken dat de vet meer focus voor risico en onzekerheid heeft, of er in ieder geval bang voor is. Het is duidelijk wel dat het op uh, top of in mind is. Dan een mooie grafiek van Merrill Lynch. Die houdt dus iedere maand de survey. En die vraagt aan de grote beleggers of ze nou aandelen willen of niet. Nu, het is misschien een beetje moeilijk te zien, maar de lichtblauwe lijn is hun positie. Oftewel, als het heel hoog is, dan willen ze allemaal aandelen. Als het heel laag is, willen ze juist geen aandelen. En dat gebeurt niet vaak dat ze geen aandelen willen, maar dat is nu wel zo. Nou, op zich is dat een mooi teken, want je ziet dat ze altijd aandelen, geen aandelen willen als de aandelenkoers hard gedaald zijn. Dus dat geeft nog heel veel terughoudendheid aan, nog helemaal geen enthousiasme uh, bij grote beleggers. Maar als het wel gaat komen, kunnen koersen hoger. Op basis van deze factoren zijn natuurlijk heel veel factoren die de koersen bepalen. Dan uh, weer over Brexit. Uh, Eén troost: het is bijna 31 oktober. En als het goed is, moet het dan afgelopen zijn. Hoewel met Brexit weet je dat maar nooit. Uh, maar dit is een enquête van ondernemersverenigingen die vraagt in hoeverre uh, zit u aan uw maximale capaciteit? En dat zwarte lijntje geeft aan dat, uh, dat er heel veel ondercapaciteit draaien. Oftewel, er is te weinig productie. Nu ziet dat dat toch wel op het hoogste niveau uh, van de afgelopen zes jaar is. En dat komt onder andere natuurlijk door de brexit. Um, en dat blauwe lijntje onderin is dezelfde enquête. Maar dan vragen ze van hoe ziet uw ordeboek eruit? En u ziet dat dat heel fors gedaald is. Dus op korte termijn ziet het er even niet goed uit. En dat zal zijn impact gaan hebben op de economie. Dan goud. Goud is weer hot, uh, een beetje te hot als je het mij vraagt. Uh, wat u hier ziet is de toen een afname van het aantal uitstaande ETF's, dus uit uitstaande indexfondsen. In oktober zag je dat die uh, af werden gebouwd, oftewel uh, iedereen wilde zijn ETF uh, verkopen. Nou, dan zie je dat er ook minder komen. Nou, dat was bij een koers van 1200. En dat is nu enorm gestegen. Er zit nu op het hoogste punt van de afgelopen twee jaar. Maar nou, eigenlijk zou je het dus andersom moeten doen. Je moet juist laag kopen en hoog verkopen. En nu is men laag aan het verkopen en hoog aan het kopen. Dat is niet de manier om rijk te worden. Dan de makkelijkste economische voorspelling is of Duitsland in een recessie gaat komen. En dat lijkt bijna wel zeker. De Duitse recessie is onvermijdbaar. Ze hadden al een negatief kwartaal in het tweede kwartaal. En het derde kwartaal lijkt eigenlijk ook zo goed als zeker. Dat zien we dus ook aan de zogenaamde PMI, de Inkoopmanagersindex. Hier ziet u de brede PMI. Uh, die is nu dik onder de 50 gedaald. Als je naar de productie kijkt, dan zie je dat die op 41,4 staat. Die is echt heel hard gedaald. Maar dit geeft aan dat voor de brede economie en een recessie, dat lijkt wel in de sterren geschreven. Dan de bedrijfsagenda. Die is heel klein. Natuurlijk omdat we in de laatste weken voor um, het kwartaaleinde zitten. Uh, wat roadshows en daar blijft het dan ook wel bij. En natuurlijk de macro-agenda. Aanstaande dinsdag is het weer de eerste van de maand. Dan hebben we natuurlijk de PMI-date. Oftewel, dan komen de officiële inkoopmanagers-index. Ook die van Nederland bijvoorbeeld. En dan krijgen we krijgen de uitkomst van de Actium-enquête. Altijd interessant, zou ik zeker naar kijken. En op vrijdag weer Payroll Friday. Dan weten we de arbeidsmarkt-situatie op de Amerikaanse uh, markt. Dus we gaan zien hoe dat eruit loopt. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Oh, en vergeet niet. Mocht u geïnteresseerd zijn in een abonnement, klik hieronder. En als u een attentie wil, kunt u op het belletje daarnaast klikken. Tot volgende week.